Ja, enorme teleurstelling. Ja, dat proefde ik wel uit de reacties van jullie. Ja, dat ging over vandaag in je site. Jullie zeiden van jou, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat zij ineens helemaal meegaan met die Dylan? Met die VVD. Ja, daar hebben ze de hele tijd afgegeven op de VVD. En nu de verkiezingen eraan komen, zijn ze toch wel weer bereid. Die grijp en derks in ieder geval, om op die VVD te gaan stemmen. En dat begrijpen jullie helemaal niet. En jullie waren ook echt geschokt. Ja, dat zag ik in al die reacties. Je zei, ja, Harry, daar moet je wat voor zeggen. Nou, daar zeg ik ook wat van, want ik vind niet dat, wij gaan daar niet in mee. Wij gaan niet met Vandaag Inside mee met hun steun voor de VVD. Wat is dat voor een flauwekul zeg? En waarom zouden wij? Nee, we hebben onze proteststem gegeven toen met die provinciale verkiezingen. Ja, en die blijft. Die proteststem die blijft gewoon bij de BBB. Ja. En we gaan niet nu... Kijk, je moet het zien zoals in voetbal. Als iemand gefaald heeft, zoals de VVD, dan haal je hem eruit. Kom hier, op de bank zitten. Je doet even voorlopig helemaal niet mee. Zitten gewoon. Dat is het. En D66, die zet je niet eens meer op de bank. Tegen D66, die verhuur je gewoon. Die gaat even weg met de club. Ja. Die doet niet meer mee. En we houden dus, uiteindelijk hebben we maar 4 partijen straks. We hebben BBB en we hebben VVD en we hebben Omzicht en we hebben dan die club van GroenLinks met Partij van de Arbeid. Nou, Partij van de Arbeid en die GroenLinks, daar willen we niks mee te maken hebben. Nee, dus dat is gauw klaar en weg. Nou, en we willen ook geen VVD. Ook weg. Dus daar houden we dus over. Alleen nog eigenlijk Omzicht en de BBB. En wij blijven gewoon voorlopig vrienden. Dat is mijn advies. En zo moeten we het eigenlijk gaan doen. Wij blijven gewoon BBB. Die blijven we voorlopig gewoon lekker steunen. Ja. En dan wachten we gewoon. Gewoon wachten. Tot, want we zien wel of Omzicht meedoet. En we wachten tot zeg maar een week voor de verkiezingen. En dan gaan we definitief beslissen waar we op gaan stemmen. En dan kijken we gewoon wie de grootste is. Ja, het blijft. Ja, strategisch stemmen, vrienden. Dat blijft het gewoon. Het is niet anders. Strategisch stemmen. We gaan gewoon straks voor de grootste partij. Ja. En we hopen natuurlijk niet dat die Dylan en die VVD is dan, oh god, ja, dan moeten we maar met, dan moeten we met zo'n gezicht naar het stemhokje en dan moeten we heel erg op ons tong bijten en heel erg veel doorslikken. En dat moet, ja, dat, ja, want ze hebben gefaald. VVD heeft gewoon gefaald op allerlei dossiers de afgelopen jaren. Ja, dus die kunnen we nou toch gewoon, en D66 helemaal, die kunnen we toch echt niet gaan steunen alsjeblieft zeg. Nee. Dus, vrienden, wat wij gaan doen, ja, jullie en ik, alsjeblieft, wij varen onze eigen koers.